the basement. Gewend dat we niet gaan. Ja, precies. Kom je voor HPVO? We hebben net al een groep gehad. Oké, dus? Yo, gast, jij begrijpt volgens mij niet wat hij zegt, of wel? Nee, sowieso niet, maar fuck. Dat dit nog kan in 2020. Michiel, we hebben weer zo eentje. Kom er gezellig bij zitten. In mijn ogen is de doof stom. Zo stom dat iemand die doof is, niet eens kan begrijpen. Dan kunnen we jou een inzicht geven over het plan van ooit. Hier is het waar wij mensen laten zien dat zij bepalen en niet je omgeving. We krijgen modellen, zangeressen, zangers, rappers, acteurs, beeldend kunstenaars, eigenlijk alle facetten. Je staat nog te kijken hoeveel mensen een plan van ooit hebben in het dagelijks leven en die helemaal niks met entertainment doen. Dat doet het! Magiel! Tetti hoorde als Vermicelli. Leesandri wordt blind, Bocelli. Scary ben ik als ik weer een brief zie. Schulden blijven volgen als een cookie. Nooit voor een Gucci en niet voor Botticelli's. Opvoeding van het Tamagotchi, dat is mijn Rougie. Jeugd zorg tot mijn 18, dat is mijn jeugdgroepie. Daarna gelijk loesoe, toen voel ik die jeugd, homie. Geen antwoord, door mij alleen verantwoord. Als klein kind dacht je, waarom kant je boord? De zijde die je kant kiest, ruist in wat je hoort. Angst wordt een kracht, hoor, de echte broeder paspoort. Niet omdat erbij hoort, al val je op een zijspoor. Twijfel als ik niet scoor, waar komt het door? Niet dat het jou stoort, soort zoek soort. Een trein die nooit stopt, die raakt ons spoort. Gooi alles open, gebruik mijn toorts. Heet, koorts, hitte tussen alles door, dat is wat mijn escort. Ik zie me stormen, trotseren om kansen te creëren. Ha! Beter verlaat nooit!